dat het hier is. En nou, ik hoop dat er heel veel mensen tot en met 7 mei zullen komen kijken. En dan hoort bij, dat verklaar ik ook goed. Dat verklaar ik nu de expositie toch open. Dat hoort daarbij. Wat stelt het voor? Nou, ik maak altijd ruimteinstallaties op locatie. Dus ik bezoek eerst altijd de plek. En ik ga dan kijken wat ik daar zou kunnen maken. En de ruimte bepaalt dus heel erg hoe groot het werk wordt. En nou, eigenlijk ook wel bepaalt wat voor soort materialen ik gebruik. En mijn installaties gaan steeds meer een kant op waarbij ik een fysieke relatie zoek tot die toeschouwer. En dat was best wel een uitdaging hier, omdat het niet een werk is waar mensen echt fysiek heel dichtbij kunnen komen, omdat je natuurlijk zit met glas. Maar ik heb geprobeerd met het transparante materiaal en ook de gleuf, zeg maar, die in het midden zit, om daar toch een interessante draai aan te geven, waardoor er wel een fysieke relatie mogelijk is tot het werk vanuit buiten. Dus als ik op die slurf kijk, zie ik nog wat anders? Nou ja, dan zie je, je kunt door het werk heen kijken, maar je kunt ook naar een andere kijken, zoals er aan twee kanten staan, dat je elkaar kan zien, dat je contact houdt, niet alleen met het werk, maar ook met wat daar omheen gebeurt. Wat stelt het voor? Nog een keer. Nou ja, het stelt het voor, wat wilt u daarmee hebben? Als u vraagt, wat is het? Wat ja, is het? Ja, maar wat is het, is bij mij nooit een vraag, want ik werk vanuit het materiaal. Het gaat mij heel erg om de materialiteit en de tactiliteit. En ik zoek eigenlijk altijd een soort sensitieve installatie. Dus dat het vanuit het gevoel is. Ik ga ook heel zintuigelijk aan het werk. Dus dat het werk, zeg maar, spreekt naar jou toe als toeschouwer. Waardoor je zelf een betekenis gaat genereren. Zonder dat ik aangeef wat het precies moet zijn. Dus het moet heel erg op je gevoel gaan spelen. Waardoor jij zelf daar een beeld bij gaat vormen. Ja. Oké, dus ik kijk ernaar en dan denk ik bij mezelf, wat zou het zijn? En dan ga ik een eigen droombeeld maken. Hoe bedoel je dat? Ja, nou, dat je zelf gaat gewoon de ervaring aangaat en dat je zintuigen openstelt en het werk beleeft. Zonder dat ik zeg van, het moet dit voorstellen of het moet precies over dit onderwerp gaan, zo ga ik niet te werk. Moet ik nog op een bepaalde manier kijken? Nee, je moet gewoon goed kijken. En het werk, ja, voelen, denk ik. Leven, ja. Oké. Hartstikke bedankt voor deze goede uitleg. Oké, alsjeblieft. Had je al verteld wie je was? Ja. Oké.